Vandaag gaat jij zelfs komen en Bob en ik, wij gaan u dan blinddoeken en dan gaan wij u meenemen naar de garage. Maar je weet nog niet dat al uw vrienden en uw familie, dat die daar allemaal al in zitten. En dan gaan we u verrassen. Daar staat een collage met allemaal foto's van u van de laatste jaren. Die hebben de gasten ook gekregen samen met hun uitnodiging. Daar op tafel is de bedoeling dat ze in het spaarwerkertje een kaartje steken met wat centjes en daarvan kunnen prijs gaan. Daarom staat er ook in de camper. Hier komt de paella van en dat gaat dan zo een meneertje zo eten maken voor ons als wij daarop kijken. En er wordt dan zo'n heel grote pan met ja, paella, is paella. Zo geeft je al rijst met zo'n groentjes en kip en zo. Janine en ik zijn als eerste aangekomen. Wij willen geen seconde missen van dat spitterende feest dat ons te wachten staat. Wij zijn al helemaal in de mood. Dag mama! Capici had mijn 70ste verjaardag. We zijn al een week zo van alles ontfrutselen en ontprutsen. En we hebben al bijna een maand geleden zo 40 mensen uitgenodigd die papa zo allemaal op een lijst heeft geschreven. En die gaan zelfs komen. En voor de eerste keer zijn we meer dan een uur voor het feest op tijd klaar. En kunnen wij nog even rustig genieten van ons terras in de zon. Cheers! Some people
ons mama betreft, het feestvarken natuurlijk, dat is 70 jaar geleden begonnen als een kleine... Meskweer! Meskweer! Ik heb het mijn moeder al te horen zeggen. Ik ga hier geen levensverhaal van ons mama van die 70 jaar begonnen als kleine spruit vertellen. Maar ik kan u wel zeggen dat ze tot een serieuze groententuin is uitgegroeid. Dat wil zeggen, ze is nog altijd zo fris als één... Bloemkool. Ze is nog altijd zo sappig als een... Tomaat. En voor de mannen onder ons, ze is nog altijd zo pittig als een... En niet te vergeten, ze is nog altijd zo slank als een... Den. Tomaat.